Plaat de Protagoras vanaf 322a8. Protagoras vertelt over het ontstaan en de ontwikkeling van de mens. Op dit punt herstelt Prometheus de fout van Epimetheus door vaardigheden van Athene en Prometheus te stelen samen met het vuur. Hierdoor kan de mens zich toch ontwikkelen. We beginnen weer eerst met de persoonsvorm en dat is in het eerste deel van de zin oikoun, een derde persoon, meervoud, imperfectum, waarom derde meervoud, onderwerp is antropoi en dat is een nominatieve meervoud. Oikeer betekent wonen, dus antropoi oikoun is de mensen woonden en er is hier geen leidend voorwerp. De accusativus die ervoor staat is een accusativus door het voorzetsel kata. Dit is een vaste uitdrukking, betekent in het begin. Dus in het begin wonen de mensen en dan waar zij wonen staan met het bijwoord spora den verspreid. Bij de antropoi staat nog een participium te herkennen aan de uitgang monoi. Dus kenmerkend voor het participium medium en dit is een perfectumvorm. Perfectum valt hierop doordat er sprake is van een augment, terwijl het participium normaal gesproken geen augment heeft. Het werkwoord is paraskuazo. Door het augment worden op het spoor gezet dat een perfectumvorm is en perfectum geeft een toestand weer. Een toestand als resultaat van de handeling. Participium kun je goed weergeven in je vertaling met het voltooid deelwoord. Voorbereid, hoeto, zo of op die manier. Dus op die manier, voorbereid, woonden de mensen in het begin verspreid. De tweede persoonsvorm is esan. Een derde persoon meervoud imperfectum. Zij waren en het onderwerp daarvan is polis, steden waren ook niet. En dit is dan een bijzin. We gaan verder met het woordje oen. Oen geeft een volgende stap aan in het verhaal. Dat kan een conclusie zijn, maar ook een voortzetting van het verhaal. Hier betreft het een conclusie. Dus, er waren geen steden, dus apolunto. De persoonsvorm staat ervoor. Dit is een imperfectum, derde persoon, meervoud medium van apolumi. Medium moet je weergeven, want apolumi is een woord dat dus ook in het actieve voorkomt. Zij werden ter gronde gericht. Medium hier passief te vertalen en dat zie je al doordat hupo plus een genitivus volgt die de handelende persoon, of in dit geval dier, aangeeft. Hypotonterion door de dieren. Waarom zij worden te gronde gericht wordt weergegeven met dia plus een accusativus door het. En vervolgens zien wij geen zelfstandig naamwoord wat bij het woordje to hoort. Dit komt omdat het de infinitivus einoi gesubstantiveerd is. Het is een zelfstandig naamwoord geworden en dat kan in het Grieks door gewoon een lidwoord ervoor te plaatsen. Dat doen wij in het Nederlands ook door het zijn. Wat zij zijn staat in de nominativus as tenesteroi. Dit is een comparativus en betekent zwakker. Door het zwakker zijn. Dan wie je zwakker bent kan op twee manieren weergegeven. Het kan met e plus een nominativus, maar ook door het gebruik van een genitivus comparationis. Door het zwakker te zijn en autoon is dus zo'n genitivus comparationis, geeft de groep waarmee het wordt vergeleken weer dan zij. Dan hebben we nog pantagai en dat is een bijwoord betekent in alle opzichten. Dat is niet het enige, we hebben nog kai en dan de persoonsvorm is en. Een derde persoon, enkelvoud imperfectum van eimi zijn. Bij het werkwoord eimi zijn heb je twee nominatieve vormen. Eén nominatieve als onderwerp en één als namelijk deel van het gezegde. Nominatieves die het onderwerp is, heeft een lidwoord. Dat is dus he demiurgike techne, de praktische vaardigheid. Dus de praktische vaardigheid was, en namelijk deel van het gezegde heeft geen lidwoord, was hikane, was voldoende, en boetos wordt er ook bij, was voldoende hulp. Voor wie is dan inderdaad dativus autois voor hen. Waarvoor het een hulp is, staat met pros plus een accusativus. Pros, men, trofen. En hier hebben we het woordje men. We verwachten dus nog het woordje de. En jawel hoor, even verderop zien we pros de staan. Dus aan de ene kant is het pros, men, trofen met betrekking tot het voedsel. Maar
Proston Polemon met betrekking tot de Polemon, tot de strijd. En met wie die strijd is, staat in de genitivus tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord in. Dus tussen Ton en Polemon staat de strijd waartussen het woord Tonterion, de strijd tegen de wilde dieren. En dan, en de S is ook weer een nominativus enkelvoud, is het naamwoordelijk deel van het gezegde bij een en die je ook hierbij kunt aanvullen. Was het maar, met betrekking tot de strijd tegen de wilde dieren, was het gebrekkig, is het letterlijk, dus ontoereikend. Tussen de gedachtenstrepen staat waarom het ontoereikend is. Gar, want de persoonsvorm in dit stukje is eigon, een derde persoon meervoud imperfectum, want zij hadden upo nog niet, en wat zij nog niet hadden staat in de accusativus, de politieke techne, daar waar het allemaal om ging. Er volgt een betrekkelijke bijzin, die wordt ingeleid door betrekkelijk voornaamwoord hijs. Hes is een genitivus enkelvoud vrouwelijk. Het moet dus verwijzen naar een vrouwelijk enkelvoud woord en dat is de techne. Van wie? En dan meros, van wie een deel? Polemike, krijgskunst, vul aan het woordje is. De polemike techne is strijdmiddelen zijn nodig voor de verdediging en dus de instandhouding van de stad en daarom moet het dus wel onderdeel zijn van de politieke techne. Dan gaan we weer verder met de zin, de gedachtenstreepje. Wij staan dat de zin is afgelopen en dan e ze toen. Zij zochten, de, dus, wat zij zoeken staat in de infinitivus, a troi zestoi, zich te verzamelen, kai zoi zestoi, en zich te redden. We hebben twee keer een mediumvorm waarmee het wederkerende gebruik wordt aangegeven. En dat doen zij, kti zontes, stichtend, een participium praesens, en wat zij stichten staat in de accusativus polis, steden. En dit doen ze dus als wapen tegen wilde dieren. De volgende zin begint met een voegwoord, hotte, en we zien ha trois tijen, een aoristus, optativus, derde persoon meervoud, passief. We hebben hier te maken met dus een optativus in de bijzin, bijzin ingeleid door een voegwoord, zonder an. En dan in de hoofdzin zien we een verleden tijd, dan hebben we te maken met een verplaatsingsoptativus in de normale, als in de hoofdzin een tegenwoordige tijd zou staan, zou in de bijzin een indicatieve of een conjunctieve gestaan hebben. Ha trois tijen is passief en ha troi zo in medium of passief betekent zich verzamelen. Dus deze betekent toen zij zich verzameld hadden. Het is een derde persoon meervoud. Dan de hoofdzin. Edi kun, een imperfectum van adikeo, zij deden onrecht. En wie je onrecht doet, staat in de accusatief. Allelu, zij deden elkaar onrecht. Er volgt een hate plus een participiumconstructie. En dit geeft een objectieve reden weer. Omdat, egontes, participium, wordt de persoonsvorm. Omdat zij hadden, ook omdat zij niet hadden, de politiken technen, de bestuurlijke vaardigheid. Het gevolg daarvan staat in de hoogste zin, zodat, persoonsvorm is dief tyronto, zodat zij omkwamen. En het participium menos, participium medium, scudamme noi, nominatieve meervoud, congrueert met het onderwerp, zich verspreidend, want medium, palin weer. Zonder steden zijn ze prooi voor de dieren en zonder de politieke techniek kun je geen stad voeren. Er moet dus iets gebeuren om dit kringetje te doorbreken.